Welkom bij deze Villa Media tooltip voor journalisten. Wanneer ik verhalen over technologie of wetenschap schrijf, stuit ik regelmatig op wetenschappelijke papers die ik op het eerste gezicht alleen met een lidmaatschap kan bekijken. Terwijl die papers op andere, legale websites gratis beschikbaar zijn. In deze video laat ik je een tool zien waarmee je snel een andere vindplek van zo'n paper opsnort. De tool in kwestie heet Unpaywall. Dat is een gratis plugin voor de browsers Google Chrome en Firefox. Je downloadt die plugin van unpaywall.org. Daar klik je op de knop Get the Extension. Gebruik je Google Chrome, klik dan hierna twee keer op de knop Add to Chrome en op Extensie toevoegen. Gebruik je Firefox, klik dan op Add to Firefox en doe dat ook in het volgende scherm. Klik in de pop-up op de knop Add om de extensie te installeren. Na de installatie draait Unpaywall automatisch op de achtergrond. Telkens wanneer je een pagina van een wetenschappelijk paper bezoekt, zoekt de tool op downloadbare versies van het onderzoek dat je bekijkt. Als hij wat gevonden heeft, zie je aan de rechterkant van je scherm een geopend slot verschijnen. Wanneer je daarop klikt, wordt de openbaar beschikbare versie van het paper in een nieuw tabblad geopend. Is een paper niet openbaar toegankelijk, dan blijft het slotje gesloten. Anders dan de naam doet vermoeden, schakelt Unpaywall geen betaalmuren uit. De tool loopt alleen een lijst met websites na waar papers legaal geüpload zijn. Die websites kun je ook zelf vinden, door de titel van een paper dat je wilt bekijken op te zoeken in Google. Unpaywall doet dat alleen een stuk sneller, en is daarom een handige tool tijdens het researchen. Hopelijk heb je wat aan deze tool. Tot de volgende keer.